het filmpje kon je zien hoe twee enorme koeltorens van een elektriciteitscentrale werden opgeblazen. En je ziet ze in slow motion in elkaar storten. En iedereen die het filmpje bekijkt zal met me eens zijn dat dat een gebeurtenis is waarbij heel veel geweld komt kijken. Natuurkundig gezien zou je eerder kunnen zeggen waarbij heel veel energie komt kijken. Of energieën zelfs. En in deze webles gaan wij een eerste blik werpen op het begrip energie. Wat is energie nu eigenlijk? En dat gaan we doen aan de hand van een analogie. En die analogie is voor het eerst gebruikt door een beroemd Amerikaanse wetenschapper, namelijk Richard Feynman. En die gebruikte die analogie en hij gebruikte de analogie van het jongetje Dennis de Bengel om zijn leerlingen duidelijk te maken wat nu eigenlijk energie is. En wij gaan een licht verkapte versie van die analogie gaan wij ook eventjes doornemen. En die gaat als volgt. Dit is Dennis de Bengel. En Dennis is een heel actief kind. En wat doet de moeder van Dennis? Die zet Dennis elke dag een uurtje in zijn eigen kamer, zodat hij lekker kan ravotten. En Dennis vindt het leuk om met zijn blokken te spelen. En wat valt die moeder nu op? Elke keer als ze na een uurtje gaat kijken, dan ziet ze dat de blokken van Dennis, en dat zijn er 15, dat die altijd wel ergens in de kamer terug te vinden zijn. Het zijn hele stevige houten blokken, die gaan niet makkelijk kapot. Dus als ze de deur open doet na een uurtje, dan zullen die 15 blokken er altijd liggen. Tot ze op een dag de deur opentrekt en ze ziet geen 15 blokken liggen, maar ze ziet 12 blokken liggen. Nu is die moeder vrij natuurwetenschappelijk ingesteld, dus ze gaat op onderzoek uit en ze ziet al snel dat er 3 bobbels onder het tapijt liggen. En elke bobbel, dat is natuurlijk 1 zo'n blok. Nou, ze zag 12 blokken, ze ziet 3 bobbels, conclusie, samen zijn het 15 blokken. De dag later doet ze weer de deur open aan het einde van de speeltijd en ze ziet nog maar 11 blokken. Er zijn 4 blokken weg, ze kijkt natuurlijk meteen naar het tapijt, maar die is helemaal strak. En ze gaat op onderzoek uit, die blokken zijn weg. Totdat ze bij een kistje komt, het speelgoedkistje van Dennis, en die wil ze open doen, maar Dennis zegt nee, dat mag niet, dat mag niet. Dus wat doet ze? Het is natuurlijk een hele slimme moeder. Ze pakt een identiek kistje, ze weegt dat identieke kistje. Ze weegt hoe zwaar 1 blok is. Dat blijkt 100 gram te zijn. 1 blok weegt 100 gram. Ze gaat kijken hoe zwaar is het kistje wat ze niet open mag maken. En elke 100 gram die dat kistje zwaarder is dan de lege kist, duidt erop dat er een extra blok in zit. Nou, ze weegt het kistje en het kistje blijkt 400 gram zwaarder te zijn dan het lege kistje. Dus haar conclusie is, er zitten 4 blokken in en samen zijn het weer 15 blokken. Dag later komt ze weer de deur binnen en ze mist 2 blokken. Er liggen 13 blokken, er zijn er 2 weg. En ze denkt, ja, hoe kan dat nou? Ze kijkt naar het tapijt, ze kijkt naar het kistje, ze weegt het kistje. Er zit niks in het kistje, er ligt niks onder het tapijt. Dan kijkt ze in de hoek, daar ligt een grote bak met vies water. Daar kan ze niet in kijken. Maar ze ziet dat het water gestegen is. Het waterniveau is gestegen. En ze pakt nog een blok die nog op de grond ligt. Ze gooit het blok in het water. En ze ziet dat het waterniveau 2 centimeter stijgt. Nu was het waterniveau al 4 centimeter hoger dan dat het was. Dus haar conclusie is, er liggen al 2 blokken in het water. Ja, waar gaat dit verhaal naartoe? Dat verhaal gaat naar de volgende situatie. Moeder doet de deur open en er liggen 0 blokken in de kamer. Alle blokken zijn verdwenen. En ze kijkt naar het tapijt. Ze kijkt, ze weegt het doosje, de speelgoeddoos. Ze kijkt hoe hoog het water staat. En dan blijkt dat ze nog steeds 2 blokken mist. En dan krijgt ze ineens een idee, want die dag was Joey op bezoek. En ze belt de moeder van Joey op. En wat blijkt, de moeder van Joey heeft ook nog 2 blokken gevonden in de broekzakken van Joey. En uiteindelijk komt ze ook toch weer op 15 blokken. Conclusie van die moeder is, wat er ook gebeurt, ik zal altijd dezelfde hoeveelheid blokken hebben. Wat wil Feynman nou hiermee zeggen? Nou, zei Feynman, die blokken, die kun je zien als energie.
Want in de laatste situatie, op de laatste dag toen de moeder binnenkwam, zag ze geen één blok. Nu kun je energie zelf ook niet zien, zegt Feynman, en dat is ook al aangetoond, want niemand heeft nog energie kunnen zien. Energie zelf is onzichtbaar. Maar energie kan wel opgeslagen zitten in verschillende vormen, net zoals dat de blokken verstopt kunnen zijn op verschillende plekken. En wat is nu het geval, zegt Feynman? Je kunt berekenen hoeveel energie er opgeslagen zit in elk van die verschillende vormen. Daarvoor moet je een beetje een know-how hebben en je moet weten welke grootheden er veranderen wanneer er energie bij komt. Maar als je die grootheden kunt meten, kun je ook terugrekenen hoeveel energie er in zo'n vorm zit. En dat lijkt natuurlijk heel erg op die blokken. Als je weet hoe zwaar één blok is, dan kun je aan de massatoename van zo'n speelgoeddoos kun je afleiden hoeveel blokken er bijgestopt zijn. Belangrijk is wel, als je naar energie gaat kijken, is dat je een systeem definieert, een gebied definieert waarbinnen je kijkt. En in het voorbeeld van Dennis de Menes, Dennis de Bengel, is dat de kamer van Dennis. En als je dat als systeem ziet, dan zal de hoeveelheid energie in die kamer, het aantal blokken in die kamer, zal elke dag constant zijn, mits het systeem geïsoleerd is. En geïsoleerd wil zeggen dat er geen energie van buiten naar binnen wordt toegevoegd of dat er energie wegvloeit uit het systeem. En bij Dennis was dat dus doordat het vriendje twee blokjes meenam in zijn broekzak. Als je zo'n geïsoleerd systeem bekijkt, en bij de natuurkunde is dat vaak een voorwerp, bijvoorbeeld een slee die van een helling afglijdt, of bijvoorbeeld een knikker die naar beneden valt, als je dat als systeem pakt, dan blijkt, als je maar precies gaat meten, dat de hoeveelheid energie in de loop van de tijd in dat systeem altijd constant is. En hieruit kun je de hele beroemde wet van behoud van energie herleiden. En dit is misschien wel de belangrijkste wet binnen de natuurwetenschappen. En die wet zegt dat energie nooit zomaar erbij kan komen en nooit zomaar verdwijnt. Wat er hooguit gebeurt, is dat energie van de ene vorm overgaat in de andere vorm. Maar in totaal zal je altijd dezelfde hoeveelheid energie hebben. En dit lijkt een beetje tegenstrijdig, omdat je vaak hoort op tv of je leest in kranten of tijdschriften dat we zuinig moeten zijn met energie, dat we energie verkwisten of energie verliezen. Als je heel strikt kijkt, natuurkundig, dan is dat niet. Maar wat ze hier meestal bedoelen, is dat je energie verliest die je nuttig kunt gebruiken. En die energie wordt dan omgezet in een energiesoort waar je als mens niks mee kunt. Dus nuttige energie ben je dan kwijt, maar uiteindelijk, de hoeveelheid energie blijft altijd hetzelfde. Nou, hoe drukken we energie uit? De basiseenheid van energie is de joule, hoofdletter J. En belangrijk is om in te zien dat energie altijd zorgt voor een verandering. Of anders gezegd, als je iets wil veranderen in de wereld of in het heelal, dan heb je daar energie voor nodig. En die verandering kan op oneindig veel verschillende vlakken zijn. Wij gaan in de komende weblessen gaan wij één soort verandering bekijken. Dat is namelijk beweging. We gaan bekijken wat gebeurt er energietechnisch wanneer er voorwerpen bewegen. En bij beweging hebben we het over mechanische energie. En mechanische energie is energie die je nodig hebt om een beweging te kunnen maken.